En de verschillende organisaties die de belangen van de mens met een beperking behartigen, zien door de bomen het bos niet meer. Zij maakten dit vanmorgen wederom bekend tijdens een persconferentie. Het gaat onder andere om de stichtingen Wang Okasi en Matuku en Stigesu. Anil Kunti Bihari, voorzitter van Stichting Wang Okasi, geeft aan dat het erop lijkt alsof de verschillende organisaties moeten bedelen om aan tafel te zitten met de regering. Hij is van mening dat de regering de ernst van de zaak van een mens met een beperking niet kent. Wij hopen, en ik heb het gevoel dat die overheid het ernst van de situatie niet inziet. Ik weet niet waaraan het ligt. Ik weet niet of het ligt aan het niveau van de mensen op de verschillende ministeries. Ik weet niet waar het probleem precies ligt, maar men ziet het ernst van de situatie niet. Terwijl het heel ernstig op dit moment is. En als het niet anders kan, dan zullen we misschien weer op straat moeten komen. Want kennelijk, pas als je op straat komt, dan word je weer dan haastig uitgenodigd. En dan gaat men weer een presentatie aan je doen. Want dat is ook gebeurd op 29 december. Er is geen moment van overleg geweest op 29 december. Het is gewoon een presentatie, mededeling en dat was het. Want er is ook aangegeven, en dat vind ik best wel ook erg, dat men heeft aangegeven dat men die 1800 SRD geeft aan de mensen met een beperking. En dat is geschied in overleg met Kunti Bihari van Wang Okasi. Dat is helemaal niet waar. Leni Hardenbal, directeur van Stigesu, zegt dat nu het minimumuurloon is verhoogd, de instellingen nog meer in financiële problemen komen. Erwin Halban deelt dezelfde mening als zijn collega's. Hij vindt dat de regering niet serieus omgaat met een mens met een beperking. Als ik dan 37,50 per dag moet gaan betalen, per uur moet gaan betalen aan een personeelslid, dat is 308 SRD per dag. Als ik dan maar 37 krijg, nou, dan weten jullie hoeveel ik tekort kom. Ik bedoel, en hoe kan ik dan mijn instelling draaiende houden? Ik kwam met 20 SRD al geld tekort. En een aantal instellingen met mij, niet alleen ik. Er zijn natuurlijk instellingen die hun subsidie wat later hebben gehad, dus die zingen het nog iets langer uit. Maar uiteindelijk hangt er bij ons allemaal een strop om ons nek. Want ja, hoe gaan we dit doen? En men houdt geen rekening met wanneer dit geïmplementeerd wordt, van wat de consequenties zijn voor de instelling, voor de mens met een beperking. Voor de ouders van mensen met een beperking. Al dat soort dingen hebben invloed. En werkelijk, nu is, het is misschien nu wel een cliché geworden, maar de rek is er werkelijk uit. Wij kunnen niet verder gaan. We kunnen niet op deze manier doormodderen. Omdat van de instellingen wordt verwacht dat je kwalitatieve zorg geeft aan de cliënten. Deze instellingen drukken de regering op het hart in voldoende mate in overleg met ze te treden. Anders zullen de instellingen genoodzaakt zijn andere maatregelen te treffen. De belangenorganisaties voor mensen met een beperking hadden op 8 december 2022 een protestactie gehouden en een petitie met daarin hun noden aangeboden aan het parlement.